Dag allemaal. Ik ga vandaag twee hapjes met scampi klaarmaken. De verse lenterolletje, dat is een typisch hapje uit de Vietnamese keuken. En een krokantje gebakken scampi in sesamzaadjes. Ik ga beginnen met lenterolletje. Bij lenterolletje hebt u rijstvermicelli nodig. Die rijstvermicelli moet ik eventjes weken in heet water. Ik ga nu de scampi bellen. Dat is de Black Tiger, 1620. Dat wil zeggen, in 1 kilo zitten er 16 à 20 stuks in. Dat is een zeewater scampi. Ik ga de darmkanaal eruit halen met een schaar. Want als de darmkanaal erin zit, die heeft zo'n modder, slechte smaak. Eruit. Voor de krokantje van scampi laat ik de staart liggen. Dat is veel mooier om te presenteren. En voor de lenterolletje maak ik de staart weg. Bij krokantje van scampi serveer ik een zoetsuursaus. Ik ga nu suiker en water laten inkoken. Ik doe enkele lepel suiker. Ik gebruik nogal veel rietsuiker, want in Vietnam groeit overal suikerriet. Nu ga ik die suikerwater een kwartiertje laten koken tot bijna siroopachtig is. Ik ga eventjes mijn geweekte vermicelli nemen. Nu ga ik die vermicelli koken. Dat is maar 5 seconden. Dat is nog heel los. Want als u kookt op een traditionele manier, gelijk spaghetti, gaat die vermicelli te papperig zijn. En dat duurt ook veel te lang. Dat is een goede trucjes om die vermicelli eerst te weken en dan snel koken. De vermicelli is klaar. Ik ga nu de scampi voor lenterolletje eventjes kruiden met vissaus. Vissaus heel zoutig. Dan hebt u geen zout nodig. Klein beetje zwarte peper. Ik ga dat bakken met citroengras. De witte gedeelte snijdt u in plakjes. En dan hakken. Dat is al heel fijn gehakt. Ik ga eventjes de loog verpletteren. Loog moet u altijd verpletteren met een hakmes. Dat is klaar. Ik ga nu mijn scampi eventjes bakken in de pan. Een klein beetje olie. Dan fruit ik eventjes loog, scampi. Citroengras. Ik ga ook een klein beetje suiker bij doen. Maar ik heb vissaus gezet. Vissaus is al zoutig. Dus ik doe een beetje suiker, zo een zoetzure smaak. En dan een klein beetje kurkuma-poeder. Kurkuma is heel goed voor de gezondheid. Bij ons, de vrouwen, na de bevalling eten ze altijd vis of vlees met kurkuma. Puur om haar baarmoeder te snel laten genezen. Ook sommige jonge gasten, de poekels, ze gaan de poekels eruit doen en dan een beetje verse kurkuma op hun gezicht plakken, zodat ze geen littekens krijgen. De scampi's zijn nu klaar. Ik ga eventjes opzij houden. Ondertussen ga ik mijn komkommers snijden in kleine staafjes. Dat is voor een krokant effect. En dan witloof. Normaal is het met soja schutten, maar als u zegt ik heb nu geen soja schutten liggen, kunt u ook witloof gebruiken als alternatief. Ik ga witloof in julienne snijden. Zo. Een beetje lente-ui voor de slanke lijn. Om die rolletje te maken, heb je heet water nodig. Ik
Nu ga ik een lentroodje maken, rijstpapier. Rijstpapier kunt u in Aziatisch supermarkt kopen in heet water dompelen. Een klein beetje sla. Je mag gewoon kiezen welke sla. Zo. Een beetje witloof, komkommer, lente en koriander. Munt. Een klein beetje gekookt vermicelli. Scampi. Dus mooi oprollen. Diagonaal aan twee kanten dicht doen. De rolletje is klaar. Ik ga nu een eenvoudig vinaigret van vissaus maken. Vinaigret van vissaus heb je limoen nodig. Limoen is een heel toffe fruit. Dat groeit overal in Azië. Wij gebruiken heel veel limoen voor zoetjes smaak. Dus gelijk bij jullie azijn, wij gebruiken heel veel limoen. Voor alle dipsaus, alle dressing gebruiken wij limoen. Wij drinken ook heel veel limoensap. En bevat heel veel vitamine C, heel gezond. Voilà. En dan doe ik 1 lepel suiker. 1 lepel limoensap. Dan ongeveer 1 lepel vissaus. Dan doe ik een beetje Spaanse peper. In fijne sliertjes snijden. Dan fijn hakken. Spaans peper is eigenlijk heeft een heel mooi rode aantrekkleur, maar niet zo pikant als de kleine pili-pili. En dan een beetje geperste loof of gehakte loof. Even fijn hakken. Dan doe ik een klein beetje gehakte Spaans peper en een beetje gehakte loof bij. De saus is klaar. Ik ga die lentroodje even dresseren op het bord. Zo, mooi presenteren. Zo, platje munt. Het roodje is nu klaar. Ik ga een krokantje van scampi verder afwerken. Heel eenvoudig, heel snel. Scampi, een klein beetje kruiden met vissaus, beetje peper, eitje. Ik ga eventje mengen van witte sesam en zwarte sesam. Dus ik ga hem eventje doordoen. Scampi in het ei. Dan ga ik rollen in de zwarte en witte sesam. Ik ga eventjes in de friteuse bakken. 180 graden, 3 à 4 minuutjes. Klaar. Ik ga even op het servetje zitten om de olie op te nemen. De scampi is nu klaar. Ik ga even naar het sausje die daar juist op de vuur staat. Dus ik heb water gekookt met suiker. Dat is nu een beetje siroopachtig. Ik doe een beetje limoen bij. Dus limoen dient altijd voor de zuur smaak. Dan een klein beetje tomatenpuree voor de mooie rode kleur. Daar doe ik een beetje zout bij, want water met suiker is heel zoet. Dus om dat evenwicht te maken, ga ik een klein beetje zout zetten. Voilà. Saus ondertussen al klaar. Ik ga eventjes mijn bord dresseren.
klein beetje zoetzuursaus op de scampi. Dan kunt u combineren met een klein beetje vers kruidensla, munt, koriander, lente-ui. Zo kunt u een beetje. Omdat die scampi komt uit Futteus nogal heet, warm, dan moet je altijd een beetje frisse kruiden combineren. Dus frisse kruiden, een beetje sla, lente-ui, munt, koriander, om die hete smaak van uit Futteus af te koelen. Dat is het, alsjeblieft. Smakelijk eten en tot de volgende keer.